Dit is een audioboek over de wet van de aantrekkingskracht of the Law of Attraction van Neville Goddard. Op uw bevel. Kan een man iets besluiten en het in zijn wereld laten verschijnen? Dat kan hij zeker. De mens heeft altijd zelf besloten wat is verschenen in zijn leven en wat hij vandaag besluit zal verschijnen in zijn leven. Dit zal doorgaan, net zolang als de mens zich ervan bewust is dat hij een mens is. Niets is ooit zomaar verschenen in de wereld van de mens, maar wat de mens heeft besloten dat het zou moeten verschijnen. Dit kun je ontkennen, maar probeer wat je wil. Je kunt het niet ontkennen, want dit besluit is gebaseerd op een onveranderlijk principe. Je beveelt de dingen niet door je woorden of je luide affirmaties. Zo'n ijdele herhaling is vaker wel dan niet een bevestiging van het tegendeel. Besluitvorming wordt altijd gedaan in bewustzijn. Dus, elke man is zich ervan bewust van wat hij vindt dat hij is. De domme man, zonder woorden te gebruiken, is bewust dat hij dom is. Daarom heeft hij besloten dat hij dom is. Als de Bijbel in dit licht wordt gelezen, zul je zien dat het beste wetenschappelijke boek is dat ooit is geschreven. In plaats van de Bijbel te beschouwen als een historisch geschrift van een oude beschaving of de biografie van het ongewone leven van Jezus, beschouw het als een groot psychologisch drama dat zich afspeelt in het bewustzijn van de mens. Claim deze kennis als eigen en u zult uw wereld transformeren van de onvruchtbare woestijnen van Egypte naar het beloofde land van Canaan. Iedereen zal het eens zijn met de verklaring dat alle dingen zijn gemaakt door God. En zonder hem is er niets gemaakt dat is gemaakt. Maar waar de mens het niet over eens is, is de ware identiteit van God. Alle kerken en priesterschappen van de wereld zijn het oneens over de identiteit en de ware aard van God. De Bijbel bewijst zonder twijfel dat Mozes en de profeten het er 100% over eens waren wat de ware identiteit en aard van God is. En het leven van Jezus in zijn geschriften zijn in overeenstemming met de bevindingen van de profeten van ouds. Mozes ontdekte dat God het besef van de mens is. Toen hij verklaarde, ik ben, heeft mij naar jou gestuurd. David zong in zijn psalmen, wees stil en weet dat ik God ben. Jesaja verklaarde, ik ben de Heer en er is niemand anders. Er is geen andere God naast mij. Ik omvat u, hoewel u mij niet kent. Ik vorm het licht, het duisternis creëer ik. Ik sluit vrede en creëer onheil. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Het besef van zijn, zoals God wordt vermeld honderden keren in het Nieuwe Testament. Om er maar een paar te noemen, ik ben de herder, ik ben de deur. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, ik ben de alfa en de omega. Ik ben het, begin en het einde. En nogmaals, wie zeg je dat ik ben? Er staat niet ik Jezus als de deur. Ik Jezus ben de weg. Er staat niet wie zegt u dat ik ben? Jezus? Het is duidelijk vermeld ik ben de weg. Het besef van zijn is de deur waardoor de manifestaties van het leven overgaan in de wereld van de vorm. Bewustzijn is de herrijzingskracht. Het doen herleven waarvan de mens zich bewust is dat hij is. De mens beeldt datgene altijd uit waarvan hij zich bewust is. Dit is de waarheid en dat maakt de mens vrij. Want de mens is altijd door zichzelf opgesloten of door zichzelf bevrijd. Als u de lezer al uw vroegere overtuigingen in een God los van jezelf loslaat en claimt dat God uw besef van zijn is, zoals Jezus en de profeten dat deden, zul je je wereld transformeren met de realisatie dat ik en mijn vader zijn één. Deze verklaring, ik en mijn vader zijn één, maar mijn vader is groter dan ik, lijkt erg verwarrend. Maar indien juist geïnterpreteerd in het licht van wat we zojuist gezegd hebben over de ware identiteit van God, zul je het erg onthullend vinden. Bewustzijn, dat is God. Het is zoals de vader, het ding waarvan u zich bewust bent dat u bent. De zoon die de getuigenis aflegt, is de Vader. Hij is als de bedenker en zijn concepties. De bedenker is steeds groter dan zijn conceptie. En
worden zijn opvattingen één met zijn conceptie. Bijvoorbeeld, voordat je je ervan bewust was dat je mens bent, ben je je eerst bewust van zijn, van wat je bent. Daarna word je je bewust om mens te zijn. Toch blijf jij, de bedenker, groter dan uw conceptie, de conceptie mens. Jezus ontdekte deze waarheid en verklaarde zichzelf één te zijn met God. Niet een God die door die man gevormd was, omdat hij nooit zo'n God herkende. Hij zei, als men ooit zou komen en zegt, kijk hier of kijk daar, geloof ze niet, want de koninkrijk van God is in jou, de hemel is in jezelf. Daarom, wanneer er wordt gezegd dat hij naar zijn vader ging, zegt je dat hij in bewustzijn steeg naar het punt waarop hij zich bewust was van zijn, en daarmee de beperkingen van zijn huidige opvattingen van zichzelf, genaamd Jezus, zou overstijgen. Het besef dat alle dingen mogelijk zijn. Je zult iets besluiten en het zal gebeuren. Dit is het besluit van het stijgen in bewustzijn naar de natuurlijkheid van het gewenste zijn. Zo drukte hij het uit. En ik, als ik opgetild word, zal ik alle mannen tot mij trekken. Als ik opgetild word in bewustzijn naar de natuurlijkheid van wat gewenst is, zal ik de manifestatie naar mij toetrekken. Want hij zegt, nee, de mens komt niet tot mij, behalve als de Vader hen naar mij toetrekt. En ik en mijn Vader zijn één. Daarom is het bewustzijn van de Vader die de manifestaties van het leven naar je toetrekt. Je bent op dit moment bezig met jouw wereld te creëren waarvan jij je nu bewust bent. Nu kun je zien wat er wordt bedoeld met, je moet opnieuw geboren worden. Als je ontevreden bent over je cadeau of de uitdrukking van het leven op dit moment, is de enige manier om het te veranderen, is om je gedachten ervan af te leiden tot het moment dat dat wat je wenst te zijn zo echt lijkt en dat je zo opstijgt naar een bewustzijn voor datgene waarnaar u verlangt. Je kunt geen twee meesters dienen. Daarom, om uw aandacht af te leiden van een staat van bewust en dus sterven van de vorige staat en leven geven aan de ander. De vraag, wie zeg je dat ik ben, is niet gericht aan een man die wordt genoemd Peter, door iemand die Jezus wordt genoemd. Het is de eeuwige vraag gericht aan jezelf, door je ware wezen. Met andere woorden, wie zeg je dat ik ben? Omdat jouw overtuiging van jezelf, je mening over jezelf, bepalend zal zijn voor je uitdrukking in het leven. Hij zegt, u gelooft in God, geloof ook in mij. Met andere woorden, het is de ik van binnen. Deze jij van binnen, dat is God. Bidden wordt dan gezien als de herkenning van jezelf, dat je bent wat je nu verlangt. In plaats van te vragen aan een God die niet bestaat voor datgene wat je nu verlangt. Dus kun je niet zien waarom de miljoenen gebeden onbeantwoord zijn. Mannen bidden tot een God die niet bestaat. Bijvoorbeeld, ben bewust dat je arm bent. Of denk dat je arm bent en bid tot God voor rijkdom. Je zult moeten worden beloond met datgene waarvan je je bewust bent. Dat is dus armoede. Gebeden zijn pas succesvol als je eist in plaats van smeekt. Dus, als je zou bidden voor rijkdom, moet je je afkeren van je gedachten van armoede door het te ontkennen met je zintuigen en neem de aard aan van rijk zijn. Er wordt ons gezegd, als je bidt, ga naar binnen in het geheim en sluit de deur. En dat wat je vader ziet in het geheim, daarmee zal hij je openlijk belonen. Wij hebben de mogelijkheid om de deur van het besef van wat er zich op dit moment afspeelt te sluiten. Zo sluiten we datgene buiten waarvan ik me nu bewust ben en claim ik wat ik wens te zijn. Precies op het moment dat mijn claim is gevestigd tot het punt van mijn eigen overtuiging, juist op dat moment begin ik het bewijs van mijn bewering en zal ik het naar mij toetrekken. Bedenk niet hoe deze dingen zullen verschijnen, want niemand weet op welke manier dit gebeurt. Dit wil zeggen, geen enkele persoon of manifestatie weet hoe de gewenste dingen zullen verschijnen. Bewustzijn is de weg of de manier waarop dingen verschijnen. Hij zei, ik ben de weg. Hij zei niet, ik, John Smith, ben de weg, maar ik ben. Dat is het besef van zijn. Het is de manier waarop de dingen zullen komen. De tekens volgen altijd, ze gaan nooit vooraf. Dingen hebben geen andere werkelijkheid dan in uw bewustzijn. Zorg daarom eerst voor het bewustzijn van de nieuwe situatie en dit is vervolgens gedwongen om te verschijnen.
Er wordt u verteld, zoek eerst het koninkrijk van de hemel en alle dingen zullen u worden gegeven. Krijg eerst het bewustzijn van de dingen die u zoekt en laat het met rust. Dit is wat er wordt bedoeld met, je zult iets besluiten en het zal komen. Pas dit principe toe en je zult de waarheid ervan bewijzen. Het verhaal van Maria in de Bijbel is het verhaal van elk mens. Maria was geen vrouw die op wonderbaarlijke wijze is bevallen van iemand die Jezus wordt genoemd. Maria is de bewustzijn van zijn. En zij zal altijd maagd blijven, ongeacht van de hoeveelheid van verlangens waarvan ze is bevallen. Beschouw jezelf als deze maagd Maria die zwanger wordt door jezelf door middel van verlangen. Eén worden met je verlangen tot het punt dat je er leven aan geeft en je verlangen wordt geboren. Bijvoorbeeld, er wordt gezegd van Maria, van wie u nu weet dat dat jezelf is, dat ze geen man had. En toch werd ze zwanger. Dat ben jij, John Smith. Jij hebt misschien geen reden om te geloven dat dat wat je nu verlangt mogelijk is. Maar je hebt ontdekt dat jouw bewustzijn God is. Maak je deze bewustzijn tot jouw echtgenoot en verwek een mannelijk kind, dus de manifestatie, van de Heer. Want uw maker is uw echtgenoot en de Heer God van de hele aarde zal hij worden genoemd. Uw ideaal of ambitie is deze opvatting. De eerste opdracht is dus voor jezelf. Dat is, ga en zeg niks tegen anderen. Dat wil zeggen, bespreek uw ambities of verlangens niet met anderen. Zij zullen alleen uw huidige angsten weerspiegelen. Geheimhouding is de eerste wet die in acht genomen moet worden bij het realiseren van uw verlangen. De tweede, zoals ons wordt verteld in het verhaal van Maria, is om de Heer groot te maken. We hebben gezien dat de Heer uw bewustzijn is. En dus, de Heer groot maken is hetzelfde als de nieuwe conceptie van jezelf te vergroten in bewustzijn, tot het punt waarop deze herwaardering of vergroting van de nieuwe gewenste staat natuurlijk wordt. Wanneer deze natuurlijkheid wordt bereikt, zal deze gebaard worden, waardoor je één wordt met de nieuwe bewustzijn. Het scheppingsverhaal wordt ons in de Bijbel gegeven, al in het eerste hoofdstuk van John. In het begin was het woord. Dus, wanneer over het begin wordt gesproken, dat is het begin van een drang, een verlangen. Het woord is het verlangen dat zwemt in je bewustzijn en zoekt naar een belichaming ervan. De drang op zichzelf heeft geen realiteit, want ik ben of het bewustzijn van zijn is de enige realiteit. Dingen leven alleen zolang als ik me ervan bewust ben dat ik ze ben. Dus realiseer je verlangen. Pas dit toe zoals de eerste vers van Johannes moet worden toegepast. Dus, en het woord was met God. Het woord of het verlangen moet worden verenigd met bewustzijn om het werkelijkheid te maken. De bewustzijn wordt zich bewust dat het de verlangen wenst. Daarbij zal het zich vormgeven en een leven geven aan zijn conceptie of het opwekken van dat wat tot nu toe dood was of een onvervuld verlangen. Matteüs 18,19 zegt, als twee eensgezins om iets vragen, wat het ook is, dan zal het op aarde worden gevestigd. Deze overeenkomst komt nooit tot stand tussen twee personen. Het is juist jouw bewustzijn en het gewenste ding. Jij bent nu bewust van zijn. Dus je bent eigenlijk tegen jezelf aan het zeggen, zonder woorden te gebruiken, ik ben. Dus, als het een gezondheidstoestand is die u verlangt om te bereiken, begin jezelf gezond te voelen. En wanneer het gevoel ik ben gezond is bereikt, zijn de twee het eens. Dat wil zeggen, ik ben en gezondheid zijn overeengekomen om één te zijn. En deze overeenkomst is de geboorte van een kind. Het kind, dat is de overeenkomst. In dit geval is dat gezondheid. Dus je kunt zien waarom Mozes zei, ik ben heeft mij gestuurd. Voor welk wezen anders dan ik ben, zou je tot uitdrukking kunnen komen. Geen, omdat ik ben is de weg en naast mij is er geen ander. Als je je bed in de hemel opmaakt, doe je dat nog steeds door je bewust te zijn van de hel. Je keert je naar binnen, naar je bewustzijn en brengt tot expressie naar buiten waarvan je je bewust bent. Nogmaals, Mozes zei, ik ben dat ik ben. Dat is iets om altijd in gedachten te houden. Je kunt geen nieuwe wijn in oude flessen doen of nieuwe lappen op oude kledingstukken.
Dit wil zeggen, je kunt de nieuwe overtuiging niet meenemen naar het bewustzijn van de oude man of je vroegere bewustzijn. Alle van je huidige overtuigingen, angsten en beperkingen zijn gewichten die je aan het heden binden, naar je huidige bewustzijn. Als je wilt stijgen naar een hoger niveau van zijn, moet je het oude achter je laten. Laat de huidige gedachten van jezelf achter je. Om dit te doen, neem je de aandacht weg van alles wat nu uw probleem is. Dus zeg tegen jezelf in stilte, maar met gevoel, ik ben. Claim dat je nu bent wat je wilt zijn, totdat je verdwaald bent in het gevoel van het nieuwe gewenste staat van zijn, wat op dit moment gezichtsloos is en vormloos. Wanneer deze bewustzijn wordt bereikt, zal in de vormloze diepte van jezelf vorm worden gegeven aan de nieuwe conceptie. Dit doe je door te voelen dat je dat bent wat je verlangt te zijn. Je zult in deze diepte van jezelf zien dat het altijd mogelijk is om alle verlangens tot werkelijkheid te maken. Alles wat je je kunt voorstellen is voor jou in deze vormloze bewustzijn een natuurlijke mogelijkheid. De manier om dit te bereiken wordt ons in de Bijbel als volgt uitgelegd. Afwezig zijn in het lichaam en aanwezig zijn bij de Heer. Het lichaam is je voormalige conceptie van jezelf en de Heer, jouw nieuwe gewenste bewustzijn. Dat is wat er wordt bedoeld toen Jezus tegen Nicodemus zei, je moet worden wedergeboren. Tenzij u wordt wedergeboren, kunt gij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Dat betekent, alleen als je een nieuw idee van jezelf aanneemt, zul je opnieuw worden geboren. De enige manier om uw staat van zijn te veranderen, is om je bewustzijn ervan te veranderen. Omdat bewustzijn de realiteit is dat eeuwig leven geeft aan het leven rondom u. De wereld van de mens is tot in de detail uitvergroot door je bewustzijn. U kunt uw omgeving of de wereld niet veranderen door ze te vernietigen. Net zoals je je reflectie in de spiegel niet kunt vernietigen. Jouw omgeving en alles daarin weerspiegelt dat waarvan je je bewust bent. Zolang dat je je bewust blijft, zolang zul je doorgaan met het uitbeelden ervan in jouw wereld. Nu u dit weet, begint u uzelf te herwaarderen. De mens hecht te weinig waarde aan zichzelf. In het boek Numeri zul je lezen, op die dag waren er reuzen in het land. En we waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. We waren in hun zicht als sprinkhanen. Dat betekent niet een tijd in het duistere verleden toen de mens de gestalte van reuzen zag. Maar vandaag is deze dag, de eeuwige nu, wanneer de omstandigheden rondom u, die zijn verschenen, het gestalte hebben aangenomen van reuzen. Zoals de werkloze, uw vijand, uw probleem en alle andere dingen die je lijken te bedreigen. Dit zijn de reuzen waardoor je je zo klein voelt als een sprinkhaan. U kunt alleen voor anderen zijn wat je eerst voor jezelf bent. Daarom, om jezelf te herwaarderen en te voelen als de reus en dus een centrum van macht, is om van deze voormalige reuzen sprinkhanen te maken. Al de bewoners van de aarde zijn als niets en in de hemel doet hij naar eigen zeggen wat hij wil met de bewoners en niemand kan hem tegenhouden of zeggen, wat doet u? Waarover hier wordt gesproken is niet de orthodoxe God zittend in de ruimte, maar de enige echte God, de eeuwige Vader, uw bewustzijn van zijn. Zo'n machtige kracht die u bent, niet als mens, maar als je ware zelf, een gezichtsloos, vormloos bewustzijn, en zo bevrijdt u uzelf uit uw zelfgevangenis. Ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen, en zij zijn bekend met mij. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze en zij zullen me volgen. Bewustwording is de goede herder, waarvan ik me bewust ben, dat zijn de schapen die mij volgen. Zo'n goede herder is je besef en je zult nooit je schapen verliezen. In andere woorden, je zult datgene verliezen waarvan je bewust bent. Ik ben een stem die roept in de wildernis van menselijke verwarring naar datgene waarvan ik me bewust ben. En er zal nooit een tijd komen wanneer datgene waarvan ik overtuigd ben mij niet zal vinden. Ik ben is de deur waarbij alles waarvan ik me bewust ben naar binnen treedt. Uw bewustzijn is de Heer en herder van je leven. Zo is de Heer mijn herder. Ik zal niet tekort komen. Zie omstandigheden nu in hun ware licht als uw bewustzijn. Dit is de eeuwige waarheid. Waarom zou je je niet bewust worden van groot te zijn,
God te liefhebben, rijkdom te hebben, gezond te zijn en alle attributen die je zo bewondert. Het is net zo gemakkelijk om de bewustzijn van deze kwaliteiten te krijgen als hun tegenstellingen. Want u hebt uw huidige bewustzijn verkregen op deze manier. Simpel toch? Het is simpel voor de wijsheid van de mens die alles nog ingewikkelder wil maken. Paulus zei over dit principe: het is aan de Grieken of de wijzen van de wereld dwaasheid en voor de Joden of zij die tekens zoeken een struikelblok, met het resultaat dat de man in de duisternis blijft lopen in plaats van wakker te worden en te zien de wezen die hij echt is. De mens heeft zo lang de beelden van zijn eigen maken aanbeden dat hij deze nieuwe openbaringen godslastering vindt, aangezien het betekent dat zij voorgaande overtuigingen niet kloppen toen hij geloofde in een God los van zichzelf. Deze openbaring zal u vertellen dat ik en mijn Vader één zijn, maar mijn Vader is groter dan ik. U bent één met uw huidige opvatting van uzelf, maar jij bent groter dan dat waarvan je je momenteel bewust bent. Voordat de mens kan proberen zijn wereld te transformeren, moet hij eerst het fundament leggen. Ik ben de Heer, dat wil zeggen het bewustzijn van de mens. Het bewustzijn is God tot het moment dat dit stevig is verankerd in uzelf, zodat u geen enkele suggestie of argument van anderen kunt weerleggen, zal hij zien dat hij zal terugkeren naar de slavernij van zijn voormalige overtuigingen. Als u niet gelooft dat ik of bewustzijn het ben, zal u sterven in uw zonde, dat wil zeggen u zult in de war blijven en gedwarsboomd worden door uzelf tot u erachter komt wat deze verwarring veroorzaakt. Wanneer de zoon zal herrijzen, dan zal je weten dat ik ben, dat wil zeggen dat ik John Smith doe niets uit mijzelf, maar mijn Vader of die bewustzijnstaat die ik ben, nu doet het werk. Wanneer dit wordt gerealiseerd, zal elke drang van verlangen die in je opkomt verdwijnen, zal het uitdrukking geven in jouw wereld. Zie je dus wat er wordt bedoeld met deze vers? Ik sta bij de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen en gaan eten met hem en hij met mij. De ik die klopt op de deur is de drang of het verlangen. De deur is je bewustzijn. Het openen van de deur is één worden met dat wat klopt. Dit doe je door jezelf één te voelen met datgene wat je wenst te zijn. Om de onmogelijkheid van je verlangen te voelen is als de deur te sluiten voor jezelf en de expressie ervan te ontkennen. Om te stijgen in bewustzijn naar de natuurlijkheid van de gevoelde ding is de deur wijd open doen en deze expressie tot uiting brengen. Daarom wordt dat constant verteld in de Bijbel dat Jezus de wereld van manifestatie verliet en naar zijn Vader ging. Jezus, zoals jij en ik, vinden dat alles onmogelijk is voor Jezus, maar nadat hij zijn Vader had ontdekt, steeg hij in bewustzijn naar de staat die hij verlangde en bleef vastberaden totdat de gewenste staat zich manifesteerde en tot uitdrukking kwam in zijn wereld. Dit is de boodschap van Jezus aan de mens. Men is slechts wat hij vindt dat hij is. Ik ben is onpersoonlijk en niet selectief. Deze aanwezigheid van God is in jezelf en is je bewustzijn. Dat waarvan je je bewust bent. Elke staat heeft bepaalde beperkingen. Om deze beperkingen te overstijgen die u als mens, John Smith, aantreft in jezelf, neem je de aandacht weg van die beperkingen of de John Smith-opvatting van jezelf en blijf je in het gevoel van datgene waarnaar je verlangt. Hoe dit verlangen of nieuw verworven bewustzijn zich zal belichamen weet niemand. Omdat ik ben in jezelf of het nieuwe verworven bewustzijn wegen heeft die u niet kent, zijn wegen zijn ondoorgrondbaar. Speculeer niet over hoe het komt. Wees u gewoon bewust ervan dat het komt, van wat u wenst. En weet dat de mens niet wijs genoeg is om te weten hoe dit gebeurt. Speculatie is het bewijs dat u de natuurlijkheid van het nieuwe zijn niet heeft bereikt en dus heeft u twijfels. Er wordt u verteld, hij die wijsheid mist, laat hem vragen aan God. God geeft vervolgens royaal aan allen en verwijt niet. En het zal aan u worden gegeven. En laat hem vragen zonder dat hij twijfelt, omdat twijfel is als een golf van die zee die hem heen en weer slingert door de wind. En laat zo iemand niet denken
dat hij zijn wens zal ontvangen van de Heer. U kunt nu zien waarom dit zo wordt verteld, want alleen op een rots van geloof en vertrouwen kan alles wat u wenst worden gevestigd. Als je de bewustzijn niet hebt van de gewenste staat, heeft u het fundament niet waarop deze staat zal worden gebouwd. Een bewijs van deze nieuwe bewustzijn van wat u wenst, wordt u gegeven in de woorden: Dank u, Vader. Wanneer je in vreugde en dankzegging bent van hetgene wat u wenst, zul je zeker één worden met het ding waarnaar je zoekt. God, uw bewustzijn, laat niet met zich spotten. U dient zich eerst bewust te zijn van wat u wenst te ontvangen. Omdat je niet dankbaar kan zijn voor iets waarvan je nog niet bewust bent. Zeg daarom dank je, Vader. Dit is niet als een soort magische formule. U hoeft het nooit hardop uit te spreken, dank u, Vader. Het toepassen van dit principe is alsof je stijgt in bewustzijn tot de staat van binnen bereikt is waarvoor je heel dankbaar en blij bent, zodat je het voelt en al jouw voormalige limieten zullen in het niets verdwijnen. Want wanneer je de gewenste staat daadwerkelijk bereikt hebt, zal het je automatisch verblijden. Maar het gevoel dient als eerst van binnen te komen. Het bewijs van in de wereld zal volgen. Het gaat niet vooraf. U kunt nu het geschenk, dat eerst slechts een verlangen was voordat je rees in bewustzijn, en uw geloof in de vervulling van de wens is nu de ware substantie die uw verlangen zal bekleden. Deze bewustzijnsverhoging is het spirituele huwelijk waar twee zullen overeenkomen en hun gelijkenissen of beeld is vervolgens gevestigd op de aarde. Wat je ook doet, vraag het in mijn naam en hetgeen geef ik u. Wat dan ook, het is onvoorwaardelijk. Het zegt niet, vraag alleen wat de samenleving goed acht of dat je het eerst aan hen moet vragen. Nee, deze vraag berust op jou. Wil je het echt? Verlang je ernaar? Dat is alles wat er van je vereist is. Het leven zal je geven waar je om vraagt, in zijn naam. Zijn naam is niet een naam die je uitspreekt met je lippen. Je kunt voor altijd vragen in de naam van God of Jehovah of Jezus Christus. En je zult tevergeefs vragen. Naam betekent natuur. Dus als je het vraagt, vraag het in de aard van het ding. Resultaten volgen altijd en ze gaan nooit vooraf. Om te vragen in de naam is om te stijgen in bewustzijn en één te worden in de staat van het ding dat gewenst is. Stijg in bewustzijn naar de natuur van de omstandigheid en je zult dat ding worden in expressie. Daarom, welke ding wat u ook wenst, geloof als u bidt dat u ze ontvangt en u zult ze ontvangen. Bid zoals we eerder hebben gezegd en beveel jezelf om het te geloven dat je zult ontvangen in de eerste persoon en tegenwoordige tijd. Dit betekent dat je eerst de natuurlijkheid moet bereiken van de dingen waar je om vraagt voordat je het kunt ontvangen. Ons is verteld, als je iets tegen iemand hebt, vergeef hen, zodat jouw Vader die in de hemel is, u ook kan vergeven. Maar als u niet vergeeft, zal je Vader je ook niet vergeven. Dit lijkt misschien onpersoonlijk, een onpersoonlijke God te zijn, die tevreden is of ontevreden over uw acties, maar dit is niet het geval. Wanneer de mens verlost is van alle veroordelingen, is hij ook bevrijd van zelf gecreëerde gevangenis en kunt stijgen tot een hoger niveau, dus veroordeel niet. Dus voor je gaat mediteren over wat je wilt bereiken, bevrijd jezelf en de medemens en de wereld van elk schuld of onrecht, omdat de wet niet kan worden geschonden en u kunt erop vertrouwen dat elke opvatting van de mens over zichzelf zijn beloning zal zijn. U hoeft dus geen zorgen te maken over wat de medemens wel krijgt of hij wel verdient wat hij denkt dat hij verdient. Omdat het leven geen fouten maakt en u geeft de mens altijd datgene wat u eerst uzelf geeft. Dus onthoud, ik ben de Heer. Je besef van zijn is God, die leven geeft en dit zal altijd zo blijven. Daarom, als je iets beweert dat je bent, dan heb je die claim gedaan aan God of een verzoek gedaan tot de manifestatie ervan. En uw bewustzijn of het bewust van iets zijn dat niet selectief is tot geen enkel persoon of situatie, zal uw verzoek tot uiting brengen naar precisie en het zal overlopen van bewijs van uw claim of wat u heeft geclaimd dat u bent. Om te beweren dat God rijk is of om het goed te hebben, liefde in je leven te hebben, om wijs te zijn, is
dat wat niet kan worden gedefinieerd, omdat God niet kan worden benoemd. Dus focus daarom voortaan op een innerlijke God en zorg ervoor dat u hem de kwaliteiten geeft die u als mens wenst te uiten en uit te drukken. En beweer daarom dat je de machtige bent. De rijke, de liefdevolle en alwijze, speculeer niet over hoe dit zal worden uitgebeeld. Het leven heeft wegen die wij als mens niet kennen. Zijn wegen zijn voor altijd geheim, maar ik verzeker je, de dag dat u deze kwaliteiten claimt tot het punt van uw eigen overtuiging, zullen deze claims worden gecreëerd. Er is niets verborgen dat niet zal worden blootgesteld. Waarover wordt gesproken in het geheim zal worden blootgesteld aan allen. Dat zijn dus uw geheime overtuigingen van jezelf. Deze geheime beweringen die je met niemand deelt. Wanneer je dit echt gelooft, zal het in de wereld voor iedereen zichtbaar worden. En zal het van de daken worden geschreeuwd. Want uw overtuiging van uzelf is de woord van God in jou. Dat zijn jouw woorden zonder inhoud. Deze zullen worden gevuld en terugkeren naar datgene die ze heeft uitgezonden, in dit geval jij. U roept op dit moment tot in de oneindigheid dat waarvan je je nu bewust bent. Ik ben de wijnstok, gij zijt dranken. Bewustzijn, dat is de wijnstok. En dat waarvan je je bewust bent van zijn, zijn als de takken die het in leven houden. Net zoals een tak geen leven heeft, behalve als hij wordt geworteld in de wijnstok, zo hebben ook de dingen geen leven, tenzij u zich ervan bewust bent. Net zoals een tak verdort en sterft, zo zal ook het sap van de wijnstok ophouden met stromen. Zo gaat dat ook met de dingen in uw wereld en ze gaan voorbij als uw aandacht ervan wordt afgenomen. Omdat uw aandacht is zoals het levenssap dat blijft bestaan en in leven wordt gehouden in uw wereld. Om uw probleem op te lossen is dus om uw aandacht ervan af te nemen. Ondanks dat het zo echt lijkt, wend je er de bewustzijn van af. Word onverschillig en begin in jezelf te voelen wat de oplossing van het probleem zou zijn. Als u bijvoorbeeld in de gevangenis zat, niemand hoeft je dan te vertellen dat je verlangen vrijheid is. Vrijheid, of liever de verlangen naar vrijheid, zou automatisch zijn. Op dezelfde manier, waarom kijk je achter de vier muren van je gevangenis naar buiten? Haal je aandacht weg van het gevangenis zitten en begin jezelf te voelen hoe het zou zijn om vrij te zijn. Voelen tot het punt waarop het natuurlijk is. Zodra je dat doet, zullen die gevangenistralies verdwijnen. Pas dezelfde principe toe voor elk probleem. Ik heb mensen gezien die schulden hadden tot over hun oren. Zij pasten dit principe toe en in een oogwenk waren die schulden als bergen leken, waren ze verdwenen. Ik heb gezien dat alle dokters het hadden opgegeven. Toen een ongeneeslijke ziekte zich voordeed, de zieken leidden hun aandacht van hun probleem van ziek zijn en ze voelden zichzelf goed, ondanks het bewijs van hun zintuigen van een tegendeel. In een oogwenk was deze zogenaamde ongeneeslijke ziekte verdwenen en het liet geen littekens achter. De antwoord op de vraag in de Bijbel, wie zeg je dat ik ben, bepaalt voor altijd uw uitdrukking. Zolang je bewust blijft van je gevangenis of ziekte, of van arm zijn, zolang zul je doorgaan met het uitbeelden ervan in je leven. Toen de mens besefte dat wat hij claimt te zijn zich zal bewijzen en uiten in zijn leven, zal hij het bewijs van zijn hebben. Deze wordt verteld in deze vers. Wie zoekt u? En ze antwoordde, Jezus. En de stem zei, ik ben het, Jezus. Betekent hier redding of redder. U probeert gered te worden van datgene wat jouw probleem is. Ik ben, is hij die je zal redden. Als je hongerig bent, is uw redder voedsel. Als je arm bent, is uw redder rijkdom. Als je in de gevangenis zit, is je redder vrijheid. Als u ziek bent, gezondheid. Het zal niet de man zijn die Jezus wordt genoemd die je redt, maar gezondheid zal je redder zijn. Claim daarom, ik ben gezond. Met andere woorden, beweer dat je het ding bent dat wordt gewenst. Claim het in bewustzijn, niet in woorden. En bewustzijn zal je belonen. Met uw claim, het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.
Goed, voel je naar de kwaliteiten in bewustzijn, totdat je het voelt dat je het bent. Wanneer je jezelf verliest in het gevoel van het zijn, dan zal het werkelijkheid worden in je wereld. Je bent genezen van je probleem, wanneer je de oplossing ervan ziet. Er wordt gezegd, u gelooft in God. Geloof ook in mij, want ik ben Hij. Heb het geloof van God. Hij maakte zichzelf één met God en vond dat het geen misdaad was om de werken van God te doen. Ga jij en doe hetzelfde. Geloof in je bewustzijn dat deze bewustzijn God is. Claim voor jezelf alle attributen die u tot nu toe aan een externe God wijden en je zult zien dat je deze beweringen zult uitdrukken in je wereld. Want ik ben geen God in de verte. Ik ben dichterbij dan uw handen en voeten. Dichterbij dan je hele ademhaling. Ik ben je bewustzijn van zijn. Want voordat de wereld was, ik ben. En wanneer de wereld zal ophouden te bestaan, ik ben. Voordat Abraham was, ik ben. Deze ik ben is jouw bewustzijn. De Heer bouwt het huis, de aardse man bouwt te vergeefs. De Heer, dat is je bewustzijn. Dat wat je zoekt is eerst gevestigd in je bewustzijn. Alle dingen moeten beginnen en eindigen in bewustzijn. Gezegend is deze man die vertrouwt in zichzelf. Want het geloof van de mens in God zal altijd worden afgemeten met zijn vertrouwen in zichzelf. U gelooft in een God, geloof ook in mij. Stel uw vertrouwen niet in mensen, maar denk na over het wezen dat je bent. En u kunt de dingen naar u toe brengen. Door datgene eerst te doen in jezelf. Niemand neemt mijn leven weg, ik leg het zelf neer. Ik heb de macht om het neer te leggen en de kracht om het weer op te pakken. Ongeacht wat er met de mens in deze wereld gebeurt, het blijft altijd in overeenstemming met de enige en onveranderlijke wet. Niemand komt tot mij, behalve als de Vader in mij hem naar mij toetrekt. En ik en mijn Vader zijn één. Geloof deze waarheid en je zult vrij zijn. De mens heeft altijd anderen de schuld gegeven van wat hij is en dat zal hij blijven doen tot hij ziet dat hij zelf de oorzaak van alles is. Ik ben komt niet om te vernietigen, maar om te vervullen. Ik ben het bewustzijn in jou, vult de opvattingen die men heeft van zichzelf. Het is voor de arme man onmogelijk rijkdom te vinden in deze wereld, omdat hij eerst moet beweren om rijk te zijn met gevoel. Het bewijs volgt, het bewijs gaat niet vooraf. Om constant maar te klagen over de beperkingen van armoede, terwijl je je bewust blijft van armoede, is uitzichtloos. Veranderingen kunnen niet plaatsvinden vanaf dat niveau van bewustzijn, omdat het leven constant alle niveaus uitbeeldt waarvan je je bewust bent. Realiseer je dat jij dit tot stand hebt gebracht? Deze toestand van gebrek en beslis in jezelf om te stijgen tot een hoger niveau waar je dat hebt wat je wenst en wacht op de uiting van uw claim in de wereld. Anderen zullen ons veroordelen alleen zolang we erin blijven geloven. Geloven in datgene waarvoor we onszelf veroordelen. Dus gelukkig is de man die zichzelf niet veroordeelt en dat wat hij toestaat. Omdat het leven niets veroordeelt, alles is slechts uitgedrukt. Het maakt het leven niet uit of je zegt dat je rijk bent of als je zegt dat je arm bent, sterk of zwak. Het zal je eeuwig belonen met dat wat je claimt als waar voor jezelf. De uitingen van goed en fout behoren alleen aan de mens. In het leven is er niets goed of fout, zoals Paulus zei in zijn brieven aan de Romeinen. Ik weet het en ben ervan overtuigd dat voor de Heer Jezus er niets is dat onrein is van zichzelf, maar voor hem die acht dat het onrein is, voor hem is alles onrein. Vraag jezelf niet af of je waardig of onwaardig bent van dat te ontvangen wat u wenst. Jij als man creëert niet het verlangen. Je verlangen zijn altijd gevormd in jou vanwege wat je nu beweert dat je bent. Als een man honger heeft, zonder na te denken, verlangt hij automatisch naar voedsel. Wanneer gevangen, verlangt hij automatisch naar vrijheid enzovoort. Je verlangen bevatte in zichzelf het plan van zelfexpressie. Dus laat alle veroordelingen buiten beschouwing en stijg in bewustzijn naar het niveau van uw verlangen en maak het waar voor uzelf door te beweren dat het zo is nu. Net zoals we lezen in de Bijbel, mijn genade is u voldoende. Mijn kracht is volmaakt
in zwakheid. Heb vertrouwen in deze ongeziene claim totdat de overtuiging geboren is dat het zo is. We vertrouwen in deze claim zal veel beloningen opleveren. Nog even. En voor hem die gelooft, zullen de dingen die gewenst zijn komen. Maar zonder geloof is het onmogelijk om iets te realiseren. Door geloof worden de werelden gevormd, omdat geloof de inhoud is van het ding waarop wordt gehoopt, het bewijs van ding wat nog niet is gezien. Maak u daarom geen zorgen over de resultaten. Ze zullen net zo zeker volgen als dag volgt nacht. Kijk naar je verlangens als de gesproken woorden van God. En elk woord of verlangen heeft de belofte van zelfexpressie. De reden waarom de meesten van ons onze verlangen niet realiseren is omdat ze constant de verlangen conditioneren en veroordelen. Veroordeel uw verlangen niet. Accepteer ze zoals ze op je afkomen. Wees dankbaar tot het punt waar je dankbaarheid voelt alsof je het al hebt ontvangen. Vervolg daarna je weg in vrede. Zonder acceptaties van je verlangen is als het zaad, vruchtbaar zaad, dat je laat vallen in een voorbereide bodem. Want als je het ding kunt laten vallen zoals je wenst, dan is dat in bewustzijn stijgen tot het punt van overtuiging en het zal verschijnen. Je hebt dan alles gedaan wat van jou verwacht wordt, maar om je zorgen te maken of bezorgd te zijn over het hoe van uw verlangen is om deze vruchtbare zaden in een mentale greep houden en ze daarom nooit te laten vallen op de bodem van vertrouwen. De reden waarom mannen hun verlangen conditioneren is omdat ze constant aan het oordelen zijn over de verschijning ervan en ze zien hun huidige wereld als echt. Ze vergeten dat de enige realiteit hun bewustzijn is. De dingen als echt zien is ontkennen dat alles mogelijk is voor God. De man die is gevangen genomen ziet zijn vier muren als echt en ontkent automatisch de drang of de belofte van God van zijn vrijheid. Een vraag die vaak wordt gesteld wanneer deze verklaring wordt afgelegd is: als iemands verlangen een geschenk is van God, hoe kun je zeggen dat als iemand het wenst om een man te doden, dat zo'n verlangen goed is en daarom gezonden door God? Als antwoord hierop laat ik u zeggen dat niemand ernaar verlangt om een ander te doden. Waar hij wel naar verlangt is om bevrijd te worden van zo'n gedachte, maar omdat hij niet gelooft dat het verlangen om daarvan vrij te zijn in zichzelf de kracht van vrijheid bezit, bepaalt hij dat de enige manier om een dergelijke vrijheid uit te drukken is om de man te vernietigen. De wegen zijn ondoorgrondbaar, het uitzoeken van het hoe is zinloos. Zo verdraait de mens de gaven van God door zijn gebrek aan geloof. Problemen zijn de bergen waarover wordt gesproken, die kunnen worden verwijderd. Maar als hij maar gelooft, net zoals het geloof van een mosterdzaadje. Mensen zien hun probleem, net als de oude dame die een dienst bijt woont van de priester en hoort: als u maar het geloof heeft van een korrel van een mosterdzaadje zou hebben, dan zou je zeggen tegen de bergen: wees gij verwijderd en het zal zich verwijderen. En niets is onmogelijk voor jou. Die avond, terwijl ze haar gebeden uitsprak, zei ze citerend uit de geschriften toen ze naar bed ging. En 's morgens toen ze opstond, haastte ze zich naar het raam en riep uit: ik wist het dat de bergen nog steeds zouden zijn. Dit is namelijk hoe de mens naar zijn probleem kijkt. Hij weet dat ze er steeds zullen zijn. En omdat het leven niet selectief is aan een bepaald persoon en geen eigen mening heeft over hun, blijft hij zijn problemen in het leven houden omdat hij zich ervan bewust blijft. Problemen zullen alleen verdwijnen als de mens zich verandert in zijn bewustzijn. Ontken het zolang als je wilt. Het is en blijft een feit dat bewustzijn de enige werkelijkheid is en blijft weerspiegelen dat waarvan je bewust bent. Dus die hemelse staat waar je naar zoekt zal alleen worden gevonden in je bewustzijn, omdat het koninkrijk der hemelen zit in jou. Zoals er staat: het geschiedde op aarde zoals in de hemel zijt. Het is op aarde gedaan zoals het vandaag in de hemel of van binnen in jou is bepaald. Want hier op aarde openbaart uw hemel. Het koninkrijk van de hemel is echt nabij. Nu is het moment van schepping, dus creëer uw nieuwe hemel en neem een nieuwe bewustzijnsstaat aan.
van binnen en een nieuwe aarde zal verschijnen. De dingen van vroeger zullen voorbij gaan. Je zult ze niet eens meer herinneren. Ze zullen je geest niet meer binnenkomen. Want zie je wat er wordt bedoeld met: ik, uw bewustzijn, kom snel en mijn beloning is bij mij. Ik ben naamloos, maar zal tot mij nemen elke naam of natuur die je mij noemt. Onthoud dat je bent waarover ik spreek. Dus elke opvatting die u heeft van uzelf, dat is dus elke diepste overtuiging, is dat wat zal verschijnen. Want de ik ben die van binnen is niet voor de gek te houden. God laat niet met zichzelf spotten. Laat me je nu zien wat de kunst van het vissen is. Er staat geschreven dat de discipelen dag en nacht visten, maar niets vangden. Toen Jezus kwam, zei hij dat ze hun netten weer moesten uitgooien in hetzelfde water dat voor kort onvruchtbaar was. Maar deze keer waren hun netten vol met vissen. Het verhaal speelt zich vandaag af in jouw wereld, de lezer. Want je hebt in jou alles wat nodig is om te gaan vissen. Maar wanneer je ontdekt dat Jezus Christus uw bewustzijn de Heer is, zult u kunnen vissen, net zoals de discipelen dat deden. Dat wil zeggen om menselijke inspanningen te doen en de dingen te dwingen, is om moeite te doen. Zo zul je vissen in een lege vijver. Maar als je je beseft dat Jezus Christus bent, zal Hij uw visserij leiden. En dat waar jij je van bewust bent, of datgene wat je nu verlangt, zal de vis zijn die je zult vangen. Omdat bewustzijn de enige levende werkelijkheid is, en zo zul je vissen in de diepe wateren van je eigen bewustzijn. Laat nu je huidige problemen achter u, of dat wat u beperkt, door je aandacht ervan weg te nemen. Keer uw rug volledig toe aan alles wat uw probleem is, en dat u nu heeft wat u wilt. Ben stil en zeg: ik ben, ik ben, ik ben in jezelf. En blijf dit herhalen in jezelf, tegen jezelf, dat je het gewoon bent. Hecht hier geen voorwaarden aan. Oordeel er niet over. Ga gewoon verder met je leven en met je dag en blijf bij het gevoel. En zonder waarschuwing zul je merken dat dit probleem zich oplost in het niets. Dit gaat meestal gepaard met een gevoel van expansie of het vergroten in jezelf. Je zult bijna letterlijk voelen alsof je groeit of groter wordt. Wees hier niet bang voor, moed is nodig. Jij verandert niet. Het enige wat sterft is je vroegere beperkingen die jou gevangen hielden. Ze zullen doodgaan en verdwijnen. Als jij weggaat van hun en ophoudt met deze voorgaande beperkingen te voelen, omdat ze alleen leven hadden in je bewustzijn, in deze diepte van jezelf, zul je merken dat je kracht hebt van wat je vroeger alleen maar droomde. De dingen waar je naar verlangde, zijn nu een mogelijkheid geworden, omdat het eerst heel natuurlijk en gemakkelijk was om je bewust te zijn van je problemen en belemmeringen. Is het nu net zo gemakkelijk om te voelen hoe het is als je bent wat je wenst te zijn? Omdat de ik ben waarover wordt gesproken in de Bijbel, dat is je bewustzijn. Het is datgene wat opstaat en weer tot leven komt. En zo begin je de aard aan te nemen van het gewenste ding door het te voelen in jou. Ik ben rijk, ik ben sterk. Wanneer dit gevoel is geboren in jezelf, zal het vormloze wezen in jou de vormen aannemen en ze tot uiting brengen in de tastbare wereld. Je wordt gekruisigd aan het kruis op basis van deze gevoelens van rijkdom, vrijheid en kracht. Blijf bij deze overtuigingen en dan als een dief in de nacht en wanneer jij het minste verwachtte, zullen deze kwaliteiten herrijzen in je wereld als levende realiteiten. En je zult de vruchten ervan plukken in de aard van wat je ze hebt gegeven. Het is de kunst van het succesvol vissen naar de manifestaties van het leven. Het succesvol realiseren van hetgene wat gewenst is. Ons is ook verteld het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil. Hier staat geschreven dat Daniel, terwijl hij in de leeuwenkuil was, zijn rug keerde naar de leeuwen en keek naar het licht dat van boven kwam. En de leeuwen waren machteloos en Daniels geloof in God had hem gered. Dit is ook jouw verhaal. En ook jij moet dit doen, net zoals Daniel dat deed. Als je in een leeuwenkuil van problemen zit, heb je geen andere zorgen dan de leeuwen of je problemen. Je zou aan niets anders denken dan aan uw problemen of aan leeuwen. Toch wordt u verteld dat Daniel hen de rug toekeerde en keek naar het licht, en dat was zijn God.
Als we het voorbeeld van Daniël zouden nemen, terwijl we opgesloten zitten in een hol van armoede of ziekte, haal dan uw aandacht weg van deze zo echt lijkende problemen, van schulden of ziekte en kijk naar het licht van wat je zoekt. Als we naar de problemen blijven kijken en ze blijven geloven, verandert er niets. Maar door het geloof te hebben dat wij de manifesterende kracht zijn, zullen wij onze gevangenismuren opengooien. En dat wat wij zochten zal ons vinden en zal worden gerealiseerd. Een ander verhaal wordt ons verteld, dat van de weduwe en de 3 druppels olie. De profeet vroeg aan de weduwe, wat heb je in huis? En ze antwoordde, 3 druppels olie. Hij zei toen tegen haar, ga op zoek naar vaten om te lenen. En dan, als je bent teruggekeerd, begin met gieten uit deze potten. En ze schonk 1 van de 3 druppels olie in de vaten, tot al deze geleende vaten volledig vol waren met olie. Jij de lezer bent deze weduwe. Je hebt geen echtgenoot om je zwanger te maken of u ontvruchtbaar, omdat met uw weduwe wordt bedoeld de onvruchtbare staat. Je bewustzijn is nu de Heer of de profeet die uw echtgenoot is geworden. Volg het voorbeeld van de weduwe die in plaats van een leegte zag dat er 3 druppels olie waren. Vervolgens werd dit bevel aan haar gegeven. Ga naar binnen. Sluit de deuren, dit is de deur van de zintuigen, die je vertellen over de lege maten of de schulden, de problemen. Als je je aandacht volledig hebt weggenomen en de deur van je zintuigen te sluiten en het gevoel van vreugde te voelen, dat wordt gesymboliseerd door de olie, het gevoel van de ontvangst van de gewenste dingen. Als daarover een overeenkomst is bereikt van binnen, zodat alle twijfels en angsten zijn verdwenen, zul ook jij alle lege maten van je leven vullen en zal er een overvloed zijn in je leven. Erkenning van deze kracht is dat wat de wereld verandert. Elke staat die je ooit hebt gehad of herkende in jezelf, heb jij verwezenlijkt. Dat wat je erkende dat waar is in jezelf vandaag, is dat wat je hebt ervaren. Dus wees als de weduwe en erken vreugde. Vrees niet als het in het begin weinig is. Begin deze herkenning vandaag. En dat wat je voelt zal worden uitvergroot en vermenigvuldigd in je leven. Ik ben, dat is de Heer, die je hebt weggenomen uit het land van Egypte, uit het huis van de slavernij. En gij zult geen andere goden aanbidden dan mij. Wat een heerlijke openbaring is dit. Jouw bewustzijn wordt nu onthuld als zijnde de Heer uw God. Kom, word wakker. En laat die droom vrij die je hebt opgesloten in uw wereld van ongeloof. Realiseer je nu dat de aarde van jou is en de volheid ervan, de wereld en alles wat leeft daarin. Je bent zo verstrikt geraakt in de overtuigingen dat je een mens bent, dat je bent vergeten wat je echte glorieuze wezen is. Dat is je bewustzijn. Nu met uw geheugen hersteld, zeg en besluit dat het onzienbare zal verschijnen en het zal verschijnen, want alle dingen zijn gedwongen om te reageren op de stem van God. Dat is uw bewustzijn en uw besef van zijn. De wereld staat tot uw beschikking.